Moet ik vaker komen? Nou, hé. Wat is dit dan? Dit is wel even... Nou. Mitchy Mitta Mitchell zit naast mij. Ja. Mitta Glasso. Mag ik zeker zeggen. Dat is een harde naam, toch? Ja. Mitta Glasso. Jij hebt geen top 100 gehaald, voor de duidelijkheid, maar je bent... Ik ben 11. Precies. En ik had goud 2 gehad en helaas had ik net een 19 winst. Dus goud 1 komt eraan. Volgende week? Wie weet. Schudden we de hand op. Is goed. Ja? Ja. Oké, en anders? Gewoon weer goud 2. Ik een koot. Precies, anders gewoon weer goud 2. Nou, dat is waarheid als een koe. Nou, die willen we pakken. Zon is zeker een lekkere. We hebben Dybala, PvP. Ja, nog meer? Neuer. 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 Nee, ja. Neuer snappen ze ook wel. Heb je al Duits? Nee, zit je in de basisschool nog? Ja. Kanonne, hé. Basisschool. En welke woorden van de week waren er deze week? Ik heb vakantie, dus oh ja, tuurlijk. Wat heb je? Groep 8 natuurlijk wel, hè? Ja. Wat, je hebt natuurlijk nog zelfs gewoon taal en rekenen en zo. Dan pak je even een ander boek erbij en dan weer... Leuk man, lachen. Moeten we even shout-out doen naar je basisschool? Als jij dat wil, mag je. Ja, heel graag. Naar de Panterij. Panterij. Uit Beverwijk. Beverwijk, represent. Beverwijk, Zwarte Markt, alles. Oh. Ja, dat is wel zo. Is toch? Ja, je hebt gelijk. Beverwijk City, hoe noemen ze dat? Ik niet per se een naam. Nee. Gewoon Beverwijk. Beverwijk. Precies. Ja. Gewoon Beverwijk, gewoon goud 2. Mooi gaat die worden. Ik heb je team nog niet gezien. Kijk eens thuis ook niet. Nee. Maar, dan doen we dat gewoon hierna. Ja, dat is goed. Ja, ik heb nog geen team. Jij hebt nog geen team? Oh. Nou, gisteren omgegooid natuurlijk. Ja. Maar we hebben het al staan. Ze weten al wat er gaat komen. Ja. Straks komen we bij jouw broer, hè. Gaan nu van, ja, jouw broer heeft het best wel goed gedaan afgelopen weekend. Ik kom straks weer terug. Ja. Ben je een beetje fan geworden van Fortuna trouwens? Laat het ja. Hoor. Dan gaan we echt naar je kleding. Ja, hè? Heb je al een shirtje? Nee. Niet? Nee, helaas. Teleurstelling na teleurstelling die ik hier te horen krijg. Nee, Mitchell, kom jongen. Klik maar. Ja, jij mag ook best beginnen. Jij mag voor mij echt beginnen. Oké, dan gaat hij eerst. En jij moet eerst. Oh, wat is het goed? Party! Hé, dit ga ik niet krijgen. Je kiest wel party, toch? Nee. Dat is mijn beste, man. Dybala. Oh mijn god, gast. Oh, lekker. Twee. Bam! Paolo! Easy snacks, zeggen we. Easy snacks. Paula Glashoek. Jij mag de tweede doen. Weet je het zeker? Ik weet 100% zeker. Weet je hoeveel geluk je hebt? Ja, daarom. Nu is het geluk over. Doe jij het nou. Nu ben jij aan de beurt. Echt? Ja. Ik durf niet, hè? Ik kan hem niet overtreffen namelijk. Jawel. Zit hier zon in? Ja. Nee, lul niet. Zit hier zon in? Oh, nee. Ik zei het je. Is dat zon wat was knap? Helaas. Was ik vertrokken, dat ging niet meer open. Nou, jeetje. Is heel lekker. Ja, maar 4 ton op de bank, Mitchy. Ja. Laat zien, Mits. Wat gaat het worden? Ja. Derst? Wat is derset? Derst? Oh ja, ik had even snel gewoon even gespend. Oké. Zo. Nou, Neymar, ja, hallo. Verdediging moet je nog niet naar kijken. Oké. Ik vind dit lang niet gek, hoor. Maar goed, ja, soms is wel heel leuk geweest dus. Mm-hmm. Maar waar gaat Dybala dan komen? Want linksbuiten heb je al Neymar natuurlijk. Ja, ik denk dat hij een plekje krijgt op de bank. Ja, precies. Ja, gewoon super Paulo. Toch lang niet gek. Maar 4 ton, kun je dat daar een beetje van halen? Jawel, hè? Ja, lang lekker om nog voor Paulista. Ook nog? Hij had eergisteren een ander team, maar we zeiden ja, Neymar moet erin. Als hij Neymar krijgt, dan gaat hij sowieso naar goud 1. Ja. Wat is jouw kwaliteit? Niet rustig blijven, ik ben een reetje. Controle zit altijd. Jouw kwaliteit is om niet rustig te blijven. Ja, maar dat kan ook, hè? Maar ik heb wel overzicht, dat soort dingen. Oké, dus in de storm heb je toch nog een soort van licht. Dat ongeveer. Oké, nou hartstikke mooi. Zullen we even doorstormen naar je packies? Ja, dat is helemaal goed. Want het was dus goud 2 voor de duidelijkheid. We hebben dat niet in beeld gezien, maar goud 2. Eerste keer? Nee, ik had meestal elke week goud 3. Ja. En nu is het wel elke week goud 2 en nu gaan we richting goud 1. Precies. Ja, eind van het jaar, Elite 1. Gaat wel heel snel, maar wie weet. Ja, wanneer word je 12? 15 juli. Oh. Tot nu nog heel 15 juli. Ja. Dat is een mooie dag. Ik zou zeggen, ga je gang. De eerste. Oeh, wat voor pakket was dit? Premium Jumbo. Nee. Helaas. Pindakaas. Sorry, voor komt zo meteen kijken. Nog 5 packs. Wat gaan we nu? Wie mag het zeggen? Het is jouw feestje, hè? Doe maar gewoon van links naar rechts met. Precies. Zweethandjes? Weet je? Zweethandjes? Ja. En je maakt mij ook zenuwachtig, Energy. En dat is? Gomies. Zo, die heeft ons nog een keer heel erg pijn gedaan, weet je dat? Nee. Ja. Een heel nare regenachtige dag. Ja, dat was het eind 2011, denk ik. Ja, ach, dat was tergend, hè. Laat maar zitten, ja. We gaan snel door. Welke club ben je eigenlijk? AZ, hè? Ja. Ja, AZ, Red ik je tet. In Vormpie, of niet? Wie hebben we hier? Hé, dit is Kloosterman. Ja, hé, die is gewoon... 88. Oh man, wat een reward show, hé. Ja, ik weet niet wat het is. Ongekend. Maar Koen, het is feest. Het is feest, precies.
FIFA Bas. Die Los Celso, die lijkt al spreekt op FIFA Bas. Ik doe hier geen uitspraak over. Nee, okay. Mitch, nog 3 pakketten. Oh, er wordt weer geklikt. En de handjes worden afgeveegd. Ja. Spannend. Dat is een goede, dat is een goede tip. Ja, dat helpt. Zeg jij spannend? Spannend. 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 Dat vind ik mooi. Oh, man. Oh, tergond. Het is niet heel erg. Vervuilend. 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 Heerlijk, man. Weet je, ben jij een van de grappigste van je klas of niet? Eerlijk zeggen? Beetje. Ik heb wel een beetje gevoel. Hey. Wat? Ja, dat is je broer. Shirley. Wat dan? Over 2 jaar als hij een baardje heeft? Ja, dat is je broer. Dat is gewoon je broer, man. Je laatste packje alweer. Wil je nog even? Oh, nog steeds? Rustig. Niet zo snel, joh. Rustig. Laatste even voor jullie. Oh, heel graag. Okay. Heel gretig ben ik. Wat gaat het zijn? Dus hij gaat langzaam. Oh. Het is een walkout. Wat is dit? Wat gaat het zijn? Nee, joh, nee. Maar nee. Oh, de broer van Koulibaly. Oh. 89 rated, hè? Koulibaly. Het is gewoon funny. Nou, ik vind het niet normaal, hoor. Jouw handjes, nee. Hè? Mijn handjes? Ja, jouw handjes. Dat hoor ik vaker. Alle gekkenhuis. En Perrine. En Delofeu. En Chatley. Oi, 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 Mitch. Maak er mee, hè? Ja, ik weet niet wat het is. En een goede player pick. Ik heb die ballen. En een walkout. Ja. En wat hebben we nog meer? Hoe heet het? En een Inform 88p's 20k. Ja, wat moeten we dan zeggen? Ja, ik weet het niet. Je bent goed bezig, mensen. Jij bent goed bezig met je leven. Ja, ik ben hier voor de eerste keer en het zit mij. Laatst voor jou. Ja. Mag vaker komen. Oh. Oh, wow, 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 wow. Oh, waar moeten ze je volgen? Dat zeggen we bij het laatste packje, hè? Oh, zeg het zo. Maar waar moeten ze je volgen? Oh, ja, ik heb Instagram, maar het is niet heel belangrijk. Oké, nee, dit is belangrijk. Nee, je hebt dit belangrijk. Instagram is niet belangrijk. Kippa. Kijk eens. Ja. Beter dan veel slechter dan. Hey, Sillissen. Beter dan de slechte. Beter dan Sillissen. Dat is mooi gezegd. En Doucouré. Oh mijn god, Doucouré. En eens vertel even over Doucouré. Hoe lang heeft hij bij je gespeeld? Wat was het? Ik denk zeker wel 3-4 weken of zo. Nou, langer. ik denk dat zijn rode Doucouré 84 10 weken heeft meegedraaid. Hij kon gewoon nog een beetje spelen komen. Als begin. Ja, ik vind het mooi. Mitchell, ik wil je bedanken. Ja. Ik hoop dat je hebt genoten. Dankjewel dat ik mag komen. Goed gedaan. Goed gedaan, Mitch. Klasse. Easy. Gaan we nu naar het main account van de familie Glas. Naast mij, aangeschoven, is Glas senior. Ja, zo noemen we het maar. Nee, je bent nog geen senior. Ja, moeten we wel zeggen. Eerste keer 30 0 dit jaar. Ja. Dankjewel, dankjewel. Ja, dit heb je gewoon goed gedaan. Dat is mooi. Was het feest in huis in Glas? Zeker weten. Ja. Hier, volgens mij zat de halve familie nog mee te kijken thuis. Dat is wel mooi. Zijn er tompoezen gehaald? Nee, dat niet. Even doen straks terugleggen gewoon. Even de familie bedanken voor hun steun. Dat al die uren die ze moeten doorstaan. Ja. Dat gevloek en dat getier. Laten we heel eerlijk zijn, zo gaat het bij bijna iedereen wel. Ja. Af en toe. Ja, ik ben niet zo van het rage, hoor. Dus er gaan geen dingen door het huis. Nee, helemaal niet. Maar wel gewoon, ja. Er is nog wel eens gezeur natuurlijk thuis als er FIFA gespeeld wordt. Want stoppen of het schreeuwen of het hard praten, ja. Dat heeft iedereen wel eens natuurlijk. Maar ik ben trots op je dat je het hebt gehaald. Ja. Mr. Fortuna. Ja, dat is wel een mooi verhaal. Dat eigenlijk, ik speel nu al E-divisie en qualifiers natuurlijk en zo. En eigenlijk kan ik overal wel redelijk spelen als ik dat mag zeggen. Alleen WikiLeague ga ik gewoon na 5 games. Dan zet ik de automatische piloot aan. En dan ga ik gewoon in één roots door. En dan wordt het gewoon Elite 3 of 2. Dus ik kan wel top 100 halen. Alleen dit is, ik kan het wel, maar dit is pas de eerste keer dat ik daadwerkelijk. Ja, dat is ook het allermoeilijkste, hè? Daarom is het zo knap en hij zit er nog bij. Daarom is het zo knap met Dani gewoon dat je constant kunt blijven. Dat je gewoon consequent een hoog niveau haalt. Het is meer. Je hebt heel veel mensen die goed kunnen spelen, maar doe het maar eens continu. Mm-hmm. Dat is het lastige. Maar super knap. En hopelijk smaakt dit daar meer en gaan er nu meerdere volgen. Ja. Dit is je ploegie. Ja. Die moet eruit. Ik heb echt nog geen idee. Nee? Misschien Del Piero naar een betere icon. Of je kan natuurlijk Neymar en Mbappé, dat je die Inform Mbappé koopt en dan Inform Neymar. Maar wat is je Sonpack? Ja, die moet er eigenlijk wel in. Goh, die bank van jou, wat is dit? Ja, als ze dan een keer content brengen, dan moet je ook wel gewoon die items unlocken. Kijk, ik heb alle tijd van de wereld. Ja? Ja, nou ja, ik heb het tussenjaar, dus waar ik kan grinden, dan ga ik grinden. Dan kan ik net zo goed, terwijl ik rival speel, voor iets spelen, weet je wel. Anders ga je helemaal blind erop af. Zeker. Sorry. Dat is een PlayStation staat hier te blazen, jongen. Dit is het zwaar. Ja, die is er al vanaf het eerste uur. Als jullie iets horen op de achtergrond, er is niemand het stofzuigen. Hier is gewoon die PlayStation van Jason. We willen gewoon die soms in. Ja, die moet er dan wel in, toch? Ja. Nou, anders ben ik gek. Kijk, rang 1. Natuurlijk moet hij erin. Kom op, hè. Ja. Zo! Ik ben de enige, denk ik, in de wereld die nog speelt. Wat is dit dan? Ik heb het logo al een half jaar niet gezien. Ja, wat ik zeg, kijk, het moet toch beter worden. Als je nog geen top 100 kan halen als e-sporter, dan moet je eigenlijk doorspelen. Klopt. Nee, je hebt helemaal gelijk. Respect. Ja. Echt, daar kunnen mensen alleen maar waardering voor hebben, denk ik. Deze ook meteen claimen? Yes. En het is. 31. Trots? Ja, jongen.
was. Dankjewel. Nee, ja, wat ik zeg, voor mij is het echt wel bizar. Want ik ben sowieso van de mensen die mij een beetje kennen heel snel ongefocust. Ja. En dat is geen excuus, maar ik ben gewoon echt de concentratie van een gehaktbal. Zo ben jij gewoon, ja. Dus als het dan een keer 30 games vol te houden valt, ja, dan ben je daar wel heel blij mee, zeg maar. Ja. Ben jij trots? Ja, sowieso. Ja. En wat ik zeg, ik heb hier misschien, dit is misschien wel moeilijker dan twee potjes in de E-divisie gewoon concentreren. Nee, eens. Qua focus is het moeilijker. Ja. Ja. Dus wat ik zeg, ik heb voor iedereen die het wil weten, ik heb het hele jaar nog niks gepakt eigenlijk. Nou ja, beeld dan, 150k. Aan het begin van het jaar, maar daar blijft het ook bij. Dat is gewoon niks. Dus die controle raak ik niet meer aan de komende 10 minuten. dan worden wij het, hè? Ja, jullie gaan het doen, zeg. Dan wordt ons feestje. Ik heb die balla dus. Daarom, begin jij dan maar. Ja? Ja, kom maar. Volgens mij heeft hij al meer gepakt dan ik zelfs. Ja, kan hij? Hij kan. Ja. Kan hij, Annie? Wie gaat het zijn? Sorry. Sorry. Oh, sorry. Oei. Ja. Ja. Gaat het toch in de 86. Doe maar Wout. Wout? Ja, ja. Hoppatee. Doe het de volgende. Daar komt ie. Wat gaat het zijn? We zijn Koreaanse vlog. Oh. Ja, dat is wel een moeilijke. Want ga je dit in een 86 doen of is het toch bankmateriaal? Ja, iemand als Dani Visser gooit hem in de 86 en iemand als Mitchell die gooit hem in zijn bankie. Ja, ik denk dat ik er net een beetje tussen zit. Maar ja, ik heb al die hele kleurplaat op de bank. Dus gaat dit er nog overheen? Ja. Dat is voor nu de vraag. Ja. Ja. Nee, doe maar 86 straks, dat redden we. Oké, daar gaat ie. Playpick nummer 3. Ik heb gedrukt. Het broertje van. Oeh. Ja, doe maar Berghuis voor alle fans uit Rotterdam. Aan de fans. Jason Glashoe. Gaan we weer. Daar komt ie. Playpick nummer 4. Oh. Pak maar Hamdallah. Hamdallah. Vorig jaar heb ik zo'n ongelofelijke glitchvolley gescoord van een meter of 25, denk ik. Met Hamdallah. Ja, die is gewoon voor mijn kanaal bij. Ik zeg Jason de laatste. Glashoe pakt hem zelf. Kom maar dan. Zonnetje. Maguire. Ja, maar zoveel kon je natuurlijk niet verwachten. Buiten zon was het niet heel spectaculair. Dit is niet slecht, hoor. Dit is toch gewoon niet slecht. Nee, het zijn allemaal hoge ratings eigenlijk. Alles gaat gewoon in de 86 plus. Daarom. Krijgen we weer zomer 88 terug. Dus het is allemaal recyclen. Zomer. Oh. Even kijken, wat hebben we nu? 100 capex. Die zijn ook voor jullie. Ja, of die ultimate. Ja, Koen is aan de beurt. Ja, mag je ook. Oh ja, die is een tradable natuurlijk. Ja, alles is tradable. Dat is lekker, ja. Hoppatee, daar is die. Nou, kom op. Nummer 1. Dat doe ik ook. Ja? Mitchell ziet het helemaal zitten. Oh, hij gaat langzaam. Oh, nee. Helaas. Jammer. Duits. Centerback. Sulo, Boateng dan. Boateng. Dat was vroeger toch echt wel de verdediger. Ja. Aan Ramos. Weet je nog dat driehoekje met Alaba, Vidal en Boateng? Ja. Jij bent Nick. Komt-ie dan. Oké, dan gaat hij weer. Daar komt hij dan. Ik wil nog wel een walkout zien graag. Ik hoop het voor je. Zo. Borders. Zo. Ja, wel weer bingo. Ah. Hey. Zo. Bandega. Wat is dit dan? Dit is wel, ja. Londen, ja, 61 pace, wat moet je ervan zeggen? Niet zoveel. Daar moet je eigenlijk niks over zeggen. Jij bent weer, hè? 100k pack. Nummer 3. Misschien moet ik hem neerleggen. Dat is een goed idee. Dan maakt hij contact. Die scheepsrecht. Met de aarde, precies. Mitchell nou, in de back. Kom op. Oh, het is een Screener. Heerlijk. Heb je walkout in de 86 rated. Nou, die zal gaan voor K15. Dat denk ik ook. En Onana 85. En de beste keeper van het jaar. En 83 Kramaric. Hey, die dingen zijn geüpgraded. Die ratings. Ja. Maar al met al, we hadden net al geen niet eens walkout, dus we moeten nu eigenlijk al blij zijn. Een blauwe! No! Jij bent en dan een Koen zeker de laatste. Zo, Koen is toch? Nee, jij bent. Nee, jij bent. Okay. Mitchie. Mittamous. Zoals Sam zou zeggen, Mittamous. Mittamous, dit is voor jou! Nou, oh. Ja, maar dat hoeft niet iets te zijn. Zo! Sala! Ja, heel goed. Dankjewel. Moet ik vaker komen? Nou, hé. Wat is dit dan? Dit is wel even. Nou. Oké dan. Ik weet niet hoeveel dit gaat, maar dit kan gewoon mijn duurste speler worden dit jaar. 1,7 miljoen. Oh, laat maar zitten dan. 90k. En PP. En PP. Nee, Mits, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Mits, we gaan thuis, ga jij ook met mijn rewards open. Mits, jongen, je bent echt goed bezig. Oh, dat is nou, toch een tonnetje. Mag je gewoon een tonnetje doen? Ja, die... Dit blij mag mee gewoon zijn. Een tonnetje doen. Hier zijn we voor gekomen. Volg de man, hij streamt. We zien hem in de Eredivisie. Ik zeg omdraaien. Hij is goed bezig, hij is in vorm. Heeft een broertje dat ook in vorm is. Ja, jij gaat het leren, jongen. Jij gaat ver komen. Maar voor nu hoop ik wat te pakken. Ik doe mijn ogen dicht. Jason Glashoe, daar gaan we. Zonnetje, hopelijk gaat het zonnetje schijnen. Gaat de zon dan eindelijk schijnen? Dat is de vraag. Het gaat heel langzaam. Het is een zieke walkout. Welke handdoek? Oh! Oh, deze kennen we. Oh, dit klinkt niet heel positief. Deze kennen we. En het is! Nee. Ik klik hem door, dit kan ik niet aanzien. Ja. Kan PP hier überhaupt nog achter? Nee, die balla kan er ook niet meer bij zitten. Gleek, Berghuis, Suso. Weghorst. Ja, ik probeer vaak positief te blijven, maar dit is wel gewoon... Jammer. Echt matig, ja, jammer. Het is echt een... Balen. Oh.
Nou, volgens mij is die 30k en ik denk dat de rest rechtstreeks de prullenbak in kan. Dat deze vent toch elk jaar weer een paar informs heeft, hè? Blijkbaar is die wel ziek goed of zo, ja. Echt. Willen we nog één laatste ding zeggen vanuit de Beverwijk crew? Nou, ik wil zeggen dat je... Hij is dit jaar begonnen met FIFA. Ik hoop dat je naar me blijft luisteren. Oh, sorry. Dan ga je hopelijk hier ook een keer zitten. Dat zeg ik nu. En dan zien we over een paar jaar. Maar heeft hij net gezeten? Ja, maar dan met top 100 rewards natuurlijk. We leiden hem nog, ja. Heel goed, inderdaad. Ja. Top 100, dan krijg je van mij een tompoes. Ja? Ja. Die staat op beeld. Ja, heel goed jongen. Dankjewel Koen. Jason Glasou. We hebben weer genoten. Uitstekend. Ja, ik ook. Ik heb echt ziek van jullie genoten. Jullie kanalen staan in de beschrijving. Ja, nou ja. Ja, Instagram. Ja. En ik stream soms, dus als je wil kijken, ja. Volg hem dan op Twitter. Ja, zoiets. Komt goed. Oké. Dankjewel Koen. Jongens, bedankt. Adios. Ciao, ciao.